We zitten hier in het hoofdmenu van The Medium. En daar heb je misschien wel eens eerder van gehoord. Want deze game is vorig jaar aangekondigd in Inside Xbox als Xbox Console Exclusive. Ik speel hem hier in dit geval op de PC. En het is ook een van de eerste echte Xbox Exclusives die dit jaar uitkomt. En het schijnt iets bijzonders te doen. Het is een game waarin je een medium speelt. Je verwacht het niet. Maar eentje die in twee werelden tegelijk kan bestaan en voortleven. En dat zou interessante gameplay met zich mee moeten brengen. De ene wereld is natuurlijk de wereld die we kennen. En de andere wereld is de wereld van... Het is een spirituele wereld waarin al onze onderdrukte gevoelens tot werkelijkheid komen. Zo heb ik het een beetje begrepen. Ik weet niet of dat ook echt zo gaat zijn. Maar dat is wat ik ervan heb begrepen. En vervolgens is er een moord die onze medium moet gaan oplossen. Klinkt goed, maar laten we kijken of het ook echt wat is. Dus laten we hierin gaan duiken. It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. That wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Oh.
I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Moet ik hier iets zien? Okay. Het is in ieder geval 1999. Daar lijkt het op. Deze game bevat raytracing. Dat heb ik ook aangezet. Want ik weet nog, deze game werd op het begin een beetje lacherig over gedaan over hoe de graphics waren. Nice to see you too. Gaan we even kijken hoe dat is in de final product natuurlijk. Jack's room. It's like he never... I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Ik vind het raar als je je vader bij de voornaam noemt altijd. Mijn broertje deed dat vroeger toen Jack hij klein was. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Jack was part of the solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Come on, Jack, where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Jack. We hebben insight. Oké, Jack's tie clip. Get to the funeral home. Okay, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Time to say goodbye. Niet hoe dit werkt. Looks nourishing. Nou, laten we dat pakken. Doen we het alvast in dingen. Misschien dat als we het zouden vergeten dat de kat verhongert. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Dit ziet er weird uit. I can't believe it's all still here. Ah, het lijken normale foto's. Jack. Heeft een beetje die old school Resident Evil vibe qua perspectief in ieder geval. Ik vind dat wel cool. Kunnen we hier naartoe? Nee. Kunnen we lopen? Harder lopen? Nee. Is de slaapkamer? Weird to be back in my old room. So many memories. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Is it ray tracing? I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, "Pretty sick, huh?" I was such a dork. Okay. A bit of a weirdo.
Maar hoe komen we buiten dan? Hier iets over... Ah, hier denk ik gewoon. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Okay. Dat is dus de reden dat ze hem Jack noemt. Foster parent. The last goodbye funeral home. Okay, dit is waar we moeten zijn. Heel erg Resident Evil. Jack's in the prep room. Prep room? Oh, weird. I don't remember locking it. The key should be in the office. At the office? Yes. Ik moet zeggen, jongens, ik heb ondertussen, als je een klein knipje hebt gezien, heb ik de game opnieuw opgestart. Omdat ik de performance een beetje ruk vind. En ik heb hem nu opnieuw opgestart. En ik kan niet zeggen dat het beter is. Dus ja, een beetje gek. Je zou zeggen dat het niet een hele zware game is. Hij maakt zelfs gebruik van DLSS, Deep Learning Supersampling. Maar de performance is echt dramatisch. Misschien valt het niet zo op de video. Maar er zitten echt hevige stutters in. Nou, je weet, ik heb een RTX 3080. Dat zou geen probleem moeten zijn. Zeker bij een titel die niet zo grafisch demanding is als deze. Het kan een optimalisatie dingetje zijn. Het kan zijn dat er nog een patch komt, een day one patch. Hij is nog niet uit namelijk. Hij komt, als het goed is, donderdag uit. Maar misschien toch wel iets om rekening mee te houden. Not sure if I'm ready for this. Daar ligt hij. Hey, Jack. Agent 47. Okay, nu. Lijkt een beetje Jeff Bezos. I got your special clip. Now, where's your tie? Daar. Jammer dat het geen rood is. Snazzy. You wouldn't have it any other way. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. Am I? Oh, can't
you people read? The sign says closed. Spirit world. Check upstairs. Oeh, zie je die schaduw daar? Dat ziet er ook echt heel weird uit, man. Oké, ik heb er nu heel erg veel zin in. Hell no. Ik was echt meteen pleiten, ouwe. What the hell? Jesus. Die schaduw, dat is wel echt goed gedaan, hoor. Guess you felt it too, huh? And then it happened. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? Is it Jack? It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Why is it so cold in here? Where is that notebook? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right? Yes, Jack. It's gonna be fine. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff, then. Huh? All right? All right, Jack. Now, get some rest. I need no. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Waarom draagt hij een porseleinen masker? Ik snap dat het de spirit world is, maar... Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy.
Maar stootte Jack dan die urinal? I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke... You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. Oh, snap. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. I like what I see. Bloober Team Production. Bijzonder sfeervol dit. De sfeer is echt on point. De muziek is on point. Ja man, ik voel hem wel hoor. Het is overduidelijk een Oost-Europese game, als je naar alle namen kijkt. Troy Baker zit er trouwens ook in. And off I went, on nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. It felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Toffe motor trouwens. Zo'n motor wil ik zelf ook hebben.
The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Daar zijn we, jongens. Dit was het begin van The Medium. En ja, ik zei het net ook al. Het ziet er heel vet uit. Ik ben bijzonder geïnteresseerd. Ik ga deze game ook echt vele uren nog spelen. Want ik doe de review voor GameKings natuurlijk. En ja, ik ben blij. Ik ben heel erg blij. Muziek was echt on point. Deed me een beetje denken aan Stranger Things. Er zitten natuurlijk ook een boel Resident Evil elementen in. Ik ben benieuwd of het ook nog wat met Silent Hill doet. Die vibe heeft het ook wel een beetje natuurlijk. Ja, dit ziet er goed uit. Eigenlijk mijn enige kritiekpunt is, en dat is op de PC. Ik weet niet hoe dat op de Xbox is. Want hij komt natuurlijk ook uit op Xbox Series X. Day One op Game Pass. Dus hou dat zeker even in de gaten. Maar de performance is niet wat die zou moeten zijn. Weet je, ik heb gewoon een beefy GPU. Ik run de game nu in 2560 bij 1440. High settings, DLSS aan. Dat zou geen problemen moeten opleveren. Nogmaals, dat kan een optimalisatie ding zijn. Er kan misschien nog een fixe day one patch aankomen die al deze dingen oplost. Maar voor nu, en ik moet beoordelen heel even op wat het nu is natuurlijk. Ja, ben ik daar nog niet heel erg tevreden over. Doet echter geen afbreuk aan de ervaring. Dus zo erg is het ook weer niet. Maar ik wilde dat nog wel heel even gezegd hebben. Jongens, begin van de medium. Laat me hieronder in de comments weten wat jullie ervan vonden tot nu toe. Wat je ervan hebt gezien. En ja, bedankt voor het kijken weer. Mocht je dit nou een tof video vinden, laat dan heel even dat duimpje omhoog achter. En vergeet ook niet te abonneren. Voor nu ga ik er vandoor. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao.